En Gandalf is vandaag jarig. Ja, normaal heb je die standaard in huis, maar ik niet. Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ik ben opgemaakt en daar is het mee gezegd. Ja, ik heb de dokter gebeld, tenminste de assistente. Die zat met de dokter erover hebben. Dan zou ze me weer terugbellen, want ik vergaat de pijn. Ik kan me amper aankleden, ik kan me amper lopen, ik kan amper dit, ik kan amper dat. Vanwege mijn rug, dat ik gisteren gevallen ben. Ik heb al hulp gevraagd om de dames uit te laten. Nou ja, de een is nog aan het shoppen, de ander die zou er zo snel mogelijk aankomen. Dus ja, dat is afwachten. En het regent, ook dat nog eens een keer. En Gandalf is vandaag jarig. Ja, die is zoals we het goed hebben uitgerekend, Karen en ik. 13 jaar, 13,5, zoiets. Hadden net lekker eten gehad in de gang van, ik heb het nou net weggegooid, een blikje. En dan zit op de maat, saus bij, weet ik veel, het was wel voor katten bedoeld. En voor de dames hier heb ik ook wat lekker staan. Ook een bordje voor ze. Dus dat gaan ze zo krijgen. Maar ja, ik kan amper op en neer, dus ik moet mijn stoel omlaag hebben, dat ik helemaal laag ben. Ja, dus ik kan het jullie helaas niet laten zien, want ik ben echt mijn bek af, ben beroerd en heel veel pijn. Zo op het laagst. Op het laagst. Nou, één bordje in mijn hand. Nu moet ik mijn vinger erin. Nog een bordje in mijn hand. Oeh. Rustig zitten, zitten, zitten. Eén. Die kan ik niet uitrekken. Alsjeblieft. Normaal zet ik het allebei tegelijk op de grond. Mag ik met mijn linker uitrekken? Dat kan dan niet. Nee. Gaat het er niet worden. Ja, nou ging die zo snel, hè? Dit bord bij als een goed leeg. Ja. Mooi, en dan moet scheiding houden. Want anders jat ze het weg bij Rijka. En die heeft nog. Nee. Het kan wel lekker uitzien, maar het gebeurt niet. Maar is dat lekker? Ja, hé. Wat voor dikkie. Is het een potte dikkie lekker? Nee. Rijka maakt het zelf wel schoon. Oh nee, broer. Hij mag nog maar kleiner zijn dan jullie, maar hij is al ouder. Ja. Ja. Nou, lekkere kindertjes. Ja. Ah joh, dat bord was al lang al schoon, hè? Er zat niks meer op. Dus ja, ik ga een bakje koffie doen. Ga ik ook al klaarstaan. En dan kan jullie amper vasthouden met mijn linkerarm. Dat is zo vreselijk veel pijn. En dus ja, ik denk dat het mijn spieren zijn dat die flink op donder heb gehad. Maar ja, het is coronatijd en helaas dan komt de dokter er toch niet zo snel bij als het daar niet om gaat. Ja? En je weet wat je doen moet met die virus. Dus ja, dan moet je in huis blijven. Maar ik hoef eigenlijk niet in huis te blijven. Maar
Ik kan geen stappen zetten, jongens. Ja, kan het wel, maar met moeite en pijn. En ik denk, nou, ik hou me vandaag lekker rustig. En ik hoop dat er anderen zijn die mijn hondjes even uit willen laten. En dan moet ik het toch vannacht weer zelf doen, weet je. Maar ja, ik hoop dat ik ook een sterkere pijnstiller of weet ik van wat krijg. Ja, of hij komt wel naar me toe, ik weet het nog niet. Ik zou teruggebeld worden, dus ja, we wachten het af. Maar ja, in ieder geval, het regent hier steeds. Ik weet niet hoe het bij jullie gaande is. Ik hoop dat het bij jullie mooi weer is. Dames. Hé. Ja, ik gooi ze eventjes ons de beurt in de tuin. Of allebei tegelijk, we zien wel. En dan kunnen ze even spelen en ravotten. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een glimlach. Ondanks mijn helse pijn probeer ik het ook af en toe wel eens te doen. Maar momenteel, wilt u weten. Ik was vanochtend even beneden geweest. Want ik moest zelf naar het kleine kamertje en de dames even eruit. Ik moest zitten op de bankleuning, van de armleuning dan. Met de deur open, want ik heb me toch draaierig en het zweet dat gutste van me af. Dat is een duifje, geloof ik. Ik zag het vliegen. En dat ik weer naar boven zou, moest ik weer zitten. Heb ik op de trap gezeten. Hoe lang ik daar gezeten, weet ik niet. Ik heb mijn ogen dicht moeten doen. En op een gegeven moment ben ik op mijn kont me naar boven toe gegaan, tot ik bij de ronding kwam. Daar moest ik gaan staan, anders kwam ik niet boven. Want dat stukje moet je lopen. Kan je niet op je kont doen. Maar och, hemel. Ik was blij dat ik weer op mijn bed zat. Echt. Maar oké, lieve vrienden, geniet jullie maar. Ik doe het op mijn manier. Ik zou zeggen, kusjes vanaf onze kant. Veel plezier. En tot straks maar weer een keer. Ja toch. Doei doei. Hallo lieve vrienden, dat ben ik weer eventjes. Ja, ik wil graag ook op deze manier hier al Mario de Boer en Marianne Boon, mijn surrogaatzusjes, heel erg bedanken. Ik ben hun heel erg dankbaar dat ze vanmiddag even met Elwing en Rijka zijn wezen lopen. Daar ik te veel pijn heb. Ook heb ik wederom weer, vandaag voor de tweede maal, de assistente gebeld. Om te vragen wat nou, hoe, wat. Nou ja, ik moet een paracetamol bij slikken bij mijn normale pijnstillers. Nou, normaal slik ik dit. Ja, en ik heb meerdere medicijnen gekregen, maar ik miste nog wat en ook de paracetamol. Dus ik heb wederom weer gebeld, maar nou was de dokter, zijn ze niet meer, dus dicht. Dus ik heb gelijk de apotheek gebeld en dan komt straks nog de paracetamol. Maar ook had ik een nieuw apparaatje gevraagd voor mijn inhalers. Dat jullie dat zo zien. Ja, Spiriva. Nou, dat moet je kapot maken, kapot drukken met een pennetje, met een apparaatje. Mijn haar, nou ja, sorry. Ik ben ook voor jullie bezig met een vlog in elkaar te zetten. Dat gaat natuurlijk allemaal veel langzamer dan ik normaal doe, want ik kan amper mijn arm uitrekken, want het doet me allemaal zeer. Maar ja, ook heb ik mijn maagtabletten gekregen, dat gelukkig wel, maar het was dat apparaatje. En de paracetamol, ik moet dat naast mijn naproxen gaan slikken momenteel. Hopen dat dat werkt. Werkt het niet? Nou, dan ben ik maandag bij de dokter natuurlijk, hè. Dat wil je wel geloven, hè. Dan maak ik een afspraak tot nadat Astrid geweest is. En dan ga ik er naartoe. Punt. Ik wil wel hebben dat het werkt. Simpel. Ik ben verder niet ziek. Niks. Nee. Ik ben enkel de lamlendig ook nog niet eens. Maar ik verga van de pijn. Zelfs het lachen kan niet.
Ik wilde vanmiddag lachen. Ja, denk je dat het dat doet zeer? Je wilt niet weten. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar ze moeten er maar mee opschieten. .nl. Ja, toch? De hondjes die zijn lekker uit geweest. Dus die kunnen er wel weer even tegen. En dan vanavond in de tuin. En dan probeer ik vannacht de laatste ronde zelf wel weer te doen. En dan ben ik wel weer blij dat ik dan weer thuis ben. Want het gaat stapje voor stapje gewijs gaat dat gebeuren. Want ook het lopen gaat nou niet snel. En Elwin die was ook niet bij me weg te slaan. Hè? Iedere keer zoekt ze mij maar op. Nou ligt ze dan te slapen. Maar ja, zo lief. Rijk op de bank en Elwin, oh, nou doet ze oogjes open. Ze denkt ook, bekijk het maar. Ik leg hier lekker. Hé, een meisje. Heel lief. Ja, en... Dus ja, ik ben ze heel erg dankbaar dat ze Elwin en Rijk even hebben uitgelaten. Ben ik ze super dankbaar voor. En als er wat is, mocht ik weer bellen. Dus ja, we zien wel hoe het reilt is. Ze mogen van oma Gent en van Rutte toch niet vanavond na 9 over straat naar mij toe om te helpen. Nee, moet ik sowieso het weer alleen nog doen. Of ik nou kan of niet kan, daar hebben hun scheid aan. En ja. En ik snap het niet. Waarom wordt er op hem gestemd? Dat begrijp ik niet, hè? Nee. Hij doet ons zoveel leed aan en toch zijn er zoveel mensen die op hem stemmen. Ben ik met nog een aantal andere Nederlanders de enige die wakker zijn met wat hij aan het doen is? Ik geloof van wel, hè? Ik vind het bizar. Je laat je leven bepalen door een ander? Word je dan gelukkig? Je behoort zelf je leven te bepalen en niet een ander. Dus ja, alsnog wordt wakker. Ja. Maar oké, ik ga weer verder met een vlog in elkaar zien te zetten. Want die moet vandaag nog naar YouTube. En we zien verder wel hoe en wat. Het is nou dat ik de tweede keer jullie er even bij pak. Ik ga zo meteen even een lekker chocolade eitje pakken. Vind ik wel even lekker. Heb ik wel weer verdiend. En dan zien we wel weer. En ik spreek jullie straks hopelijk nog wel weer een keer. Ik ga nou in ieder geval eerst weer even aan de gang. En ik zeg gewoon tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden. Ik ben er weer. Ja, en dat is alweer heel snel. Ik had het net over mijn medicijnen. Nou, die slik ik normaal. En ik heb nou deze erbij. Normaal heb je die standaard in huis, maar ik niet, omdat ik die gebruik. Ja, waarom moet ik dan standaard andere medicijnen in huis hebben? Dus nou heb ik deze erbij. En ik ga er gelijk, dat is 500 milligram. En deze is 250 en ik mag ze beide innemen. Toppie, maar ik heb boven ook nog deze. Maar ik moet beneden ook natuurlijk hebben, hè? Dus ja. Dat komt allemaal wel voor de bakker. Ik wou dat jullie nog even mededelen dat ik ze nou eindelijk binnen heb. Nou, ik denk dat morgen nog dat apparaatje voor mijn inhaler. Voor die capsules dat ik hem kapot kan klikken en dan in kan ademen. Maar dan ga ik dus deze twee openen. En dan ga ik innemen. En dat gaat naar mijn bureau toe. Ja, het is niet lekker hoor. Nee. Ja, dan kun je wel vragen, ja, wie valt er nou? Je hebt een stok in je ene hand, je hebt de deurkruk in je andere hand. Dan ga je toch niet vallen? Ja, maar als je gaat, dan ga je. Dat merk je nou maar weer. Ik zeg al, ik had al een paar dagen last van mijn rechter knieholte. Een beetje steken, een beetje vervelend. Maar daardoor liep ik wel gewoon nog normaal, weet je. Het was af en toe iets. En ik denk dat ik daar doorheen ben gezakt. Want ik deed niks bijzonders. Ik had geen honden aan de lijn. Nee, ik was in mijn pyjama, weet je. Nou, dan ga je op de telefoon. Dus Karin. Nou, rechterarm maar.
Hoi schat, ik was net even aan het... Ja, ik zal even mijn vlog afmaken. Maar oké, ja, lieve vriend, ik zou zeggen, ik hou jullie gewoon op de hoogte van de rijlen en zeilen. En ik spreek jullie later weer. Ik zou zeggen, tot dan.